Nou, voor mij persoonlijk heb ik iets liever deze fast schoen dan de long schoen. De long distance schoen is echt voor de long runs. Deze biedt voor mij meer dan voldoende comfort. Wat ik erg prettig vind, en dat is nieuw, is de echt sterk voorgevormde binnenzool. Iedere hardloop schoen is tegenwoordig wel voorgevormd, maar deze is echt voor mij erg prettig voorgevormd. Hij geeft grip, niet alleen bij droog, maar ook bij natte ondergronden. Heb ik ondervonden, dat is ook erg prettig. Voor de rest de technische details. Een drop van 10 mm, dus het verschil tussen deze maat en waar je hak op rust is 10 mm. Dat is redelijk gemiddeld. Voor mij is dit wel echt een snelle schoen. Hij is geschikt voor marathons, volgens het college zelf. Voor mij persoonlijk zou ik hem eerder gebruiken. Ja, ik denk tot een halve marathon. Maar dat is dus echt puur persoonlijk. De Kalensol, je ziet echt wel dat ze behoorlijk bezig zijn. Met ontwikkelen met het EVA-schuim. Een betere schokdemping. Maar toch ook goed stabiel blijven. Dus in mijn ogen Kalentje goed bezig. En erg prettig. Dit is een hele lichte schoen aan boord. Tot de lichtere schoen in de markt. En ook een heel stuk lichter dan bijvoorbeeld hun long model. Dat is mijn mening. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Nogmaals, een schoen kiezen is altijd heel persoonlijk. Qua maat, ze vallen gewoon precies zoals je de maat hebt. Dus heb je normaal schoenmaat 45, dan bestel je ook een schoenmaat 45. Zo simpel is het. Het werkt dus ja, bij redelijk wat schoenfabrikanten zo. En het is dus in die zin lekker makkelijk bestellen. Bedankt en tot een volgende video. Kip Run Fast, ik heb er al mee gelopen. Mooi, mooie details zoals je ziet. Demping natuurlijk niet super goed, hij is vooral gemaakt voor snelle runs. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik ze voor de eerste keer aan had om te rennen, meer demping dan ik verwachtte. Ze hebben daarnaast heel de goede grip. Ze zijn te gebruiken op asfalt en onverhard. Persoonlijk vind ik ze voor onverhard beter. Het hakdeel, ik zou zeggen medium hard, niet super zacht. Ook niet zo hard als de long distance schoenen van Kalentje. Maar mooie schoen, fijne schoen, licht, een veel dunnere lip dan de long distance schoenen. We hebben echt op meerdere plekken proberen materiaal te besparen. Het logo zie je. Zit erop geglued. Het is echt zeg maar, net als ook de Essex en de Mizuno hun schoenen maken. Dus met steeds minder stiknaden, zodat er aan de binnenkant van je schoen ook steeds minder irritatie is op je voeten. Verwerking aan de binnenzijde. Ja, ik denk gewoon hoogwaardig. Ik ben positief vast. Dat was de vorige keer al door de kwaliteit van de schoenen van Decathlon Kalentje, terwijl de vogel hierbij ligt. Wat was het? Ik weet het niet. En ik denk dat ze alleen maar vooruit gaan in de afwerkkwaliteit. Je ziet hier een mooi geel spikkeltje in de tussenzool. De Kalenzool, zoals ze dat noemen. Dus ik denk netjes, maar natuurlijk dat is helemaal aan jezelf. Test van de Kalentjes weer. Ideaal natuurlijk een test van de Kalentjes. De long run voor de halve en hele marathons, althans zo zie ik het dan. En ook de fast modellen. Dit is een Kipkun Fast, dus een lichtere schoen. Een schoen wel voor ja, snelle runs, korte runs ook wel. Natuurlijk iets meer blessuregevoelig in mijn ogen dan. Hè. Dus dit is natuurlijk goed om hard te gaan, maar het is altijd meer blessuregevoelig. We gaan ze testen. Het grootste verschil wat je direct ziet en voelt is dat bij de long run de achterzijde behoorlijk stug is. Echt een stukje plastic zoals je hoort. En bij de fast is dit een stukje zachter. Ook is de schoen wat meer geprint. Deze ook wel. De long run ook.
alles hier mooi gepunt. Maar hier zie je wel echt het, het logo opgenaaid zitten. Ook hier zie je natuurlijk heel duidelijk de kunststof achterzijde. En natuurlijk wat vooral opvalt is de dikke zool. Als je dit naast elkaar ziet, zeg maar, is een behoorlijk verschil met dikte in support van de zool natuurlijk. Dit meer damping, zodat je zeg maar langere tijd comfortabeler loopt. Je ziet ook hier het harde membraan in het midden. Dat zie je hier niet. Wat je hier wel goed ziet is het super goede grip op ondergrond. Ze zeggen zelf dat je ook onverhard ermee kunt lopen. Mijn snelle runs zijn eigenlijk altijd verhard, dus dat zal ik ook nog meer gaan testen. Voor de rest kleuren te kiezen, alle drie of alle twee in drie kleuren. Deze is een beetje zwartig te kiezen, een rood, maar dat is natuurlijk maar een kleur. En deze, weet ik eigenlijk niet, ik zal het plaatje erbij zetten. Mooi is natuurlijk helemaal aan jezelf. Persoonlijk moet ik zeggen, ten opzichte van de vorige test die ik maakte van de Kalenjis, vind ik ze mooier geworden. Ik vind ze echt, kijk zelf even in de zon. Details. Bijvoorbeeld hier die naad, die zit echt scherp erop. Je ziet niet kleuren van verf of van, kleuren van het materiaal overlopen. Zo, het is echt wel super netjes gedaan, vind ik zelf. Om eerlijk te zijn, prijskwaliteit van Kalenji is gewoon, althans de vorige test was gewoon goed. We gaan het nu weer bekijken. Ook hier als je kijkt naar de details. Overigens, ik heb normaal wel vaak sokken aan, hoor. Maar soms vind ik voor het schoenengevoel ook met blote voeten wel prettig. Alleen moet je dan wel op de maat letten natuurlijk. Voor mij is deze maat met blote voeten eigenlijk het allerbeste. Dus vandaar dat ik er zo min op. Dus we gaan ze uitgebreid testen.